Goedemiddag, Patrick. De kans is groot dat we deze eeuw nog opnieuw een pandemie gaan meemaken. De vorige is nog maar net voorbij, al voelt het al heel ver weg... maar er ligt waarschijnlijk nu al iets te sluimeren. In een kippenschuur, een vleermuisgrot, een varkenstal... of het doucheputje van een studentenhuis. We kunnen ons er dus maar beter op voorbereiden. Vandaar dat ik het toch wel interessant vond wat er deze week naar buiten kwam... over de mondkapjesdeals van de overheid. Onderzoeksbureau Deloitte kwam met deelrapporten over wat er allemaal mis is gegaan... en natuurlijk is dat een heleboel. Dat is ook logisch. Laat ik daarmee beginnen. Het was een gekke tijd. Er was paniek. Het grootste deel van de bevolking zat thuis. Een ander deel was in het ziekenhuis aan het werk. En de thuisblijvers waren wanhopig op zoek naar wc-papier. Terwijl de zorg wanhopig schreeuwde om beschermingsmiddelen. Mondmaskers. En dus gooide de overheid alle procedures overboord... en gingen ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk inkopen. Iedereen die wel eens Chinees had gegeten kon zich melden... vanwege zijn goede connecties in het buitenland... en een offerte sturen voor het leveren van mondmaskers. De meeste Nederlanders hebben dat niet gedaan. Ikzelf heb het bijvoorbeeld nooit overwogen... want ik heb de ballenverstand van China en van mondmaskers en van logistiek. Achteraf gezien was dat allemaal geen enkele belemmering geweest... om toch miljonair te worden. Zo was er een meneer Sjoerd Fouser met een bedrijf in gerecyclede kleerhangers... die een voorschot van €29,5 miljoen kreeg... om beademingsmachines te leveren... en later ook nog voor €8 miljoen mondmaskers mocht leveren. Het is allebei niet gelukt. Tenminste, die machines zijn nooit gekomen. De mondkapjes kreeg hij niet verscheept... en toen het ministerie dat dan maar voor hem geregeld had... bleken ze uiteindelijk van mindere kwaliteit dan beloofd... zodat hij tenslotte stickertjes over het FFP2-keurmerk heeft moeten plakken... en een deel van die mondkapjes nooit gebruikt is. Wat ik maar wil zeggen, als je rijk wil worden in een pandemie... dan moet je in jezelf geloven, ook als dat volkomen onterecht is. Al was er nog een ander belangrijk punt dat deze meneer enorm heeft geholpen. Hij is ook de zoon van een vooraanstaand wetenschapper, Bart Fauze... die weer de partner is van oud-minister Guusje Terhorst... en die hebben allebei wat telefoontjes gepleegd... om het ministerie over de streep te trekken. In eerste instantie lag zijn voorstel namelijk op de stapel... charlatans en praatjesmakers. Maar toen bleek welke connecties die had... kwam hij terecht bij het VIP-team. Het VIP-team. Laat het even op je inwerken. Er was een pandemie. De enige prioriteit was zo snel mogelijk, zoveel mogelijk... goede beschermingsmiddelen kopen. Maar omdat er ook veel media-aandacht was... besloot het ministerie een VIP-team op te richten. Voor alle slimme zakenlui met invloedrijke ouders... of veel volgers op de socials. Die moesten met speciale aandacht behandeld worden... omdat ze anders misschien wel stampij zouden maken. En dat is weer funest voor de beeldvorming. Het maakt dus niet uit wat voor ramp ons land ooit nog treft. Een kernramp, overstromingen, tornado's, pandemieën. Niets is belangrijker dan de beeldvorming. Als de zeespiegel stijgt en het water staat daadwerkelijk tot de Utrechtse heuvelrug... dan zijn we voor de levering van rubberbootjes en zandzakken... afhankelijk van influencers en ministerszoontjes. Want je land onder laten lopen is vreselijk. Maar een bekende Nederlander die als een dreinende kleuter klaagt op de socials... dat hij best een paar miljoen roeispanen wil leveren als hij de kans maar zou krijgen... dat is nog veel vervelender natuurlijk. Het is fascinerend om te lezen over Ferrari-dealers die isolatiejassen verkochten... dankzij hun goede contacten bij het ministerie van Defensie... en daar dan weer iets te veel winst op maakte. Of een bedrijf genaamd Bunzel dat de overheid aanbood te helpen met inkopen... en het dus aan de andere kant hun leveranciers liet betalen om ze aan de orders te helpen. Ja, er zijn veel mensen die handig hebben verdiend aan de pandemie. Gelukkig is dat nu allemaal keurig opgeschreven in een rapport... waar ook weer mensen een prima boterham mee verdiend hebben. Het onderzoek naar al die verspilde belastingcenten... heeft namelijk tot nu toe ook al €10,5 miljoen gekost. Hoe dat in godsnaam dan weer mogelijk is... daar hoop ik binnenkort natuurlijk een grondig onderzoek over te lezen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.